dit is Hans van rans.be. In deze korte film gaan we even kijken naar de verschillende type pistolen die er zijn. Voor eerst heb je pistolen met een bovenbeker. Bovenbeker zorgt ervoor dat de verf die men hierin doet langs boven mee begeleid wordt en de lucht gaat langs onder zo en gaat zo naar buiten. Bovenbeker is handig als je werkstukken zo spuit, zo, maar niet boven een plafond, want dan valt de verf eruit en kan hij niet meegaan. Je hebt verschillende typen spuitmonden. Spuitmond deze, bijvoorbeeld van deze Evolution, is 0,2 mm. Je kan evengoed een ander type merk, kijk ook het type bovenbeker. Hier van Harder en Steinbeck heb je een Grafo. Dit is een andere manier. Je ziet een heel kleine vaste cup, je kan niet veel verf in. Ga je voor een groter taille met een vaste bovenbeker. Hier heb je bijvoorbeeld een Rich AB 300. 300 staat voor 0,3 mm spuitmond. Grote beker, gemakkelijk in de hand ligt, maar een pakje zwaarder als een ander toestel. Hier heb je bijvoorbeeld van hetzelfde merk AB 200, dat is een 0,2 mm spuitmond. Ja. Nog een met een bovenbeker, het valt op, ik spuit graag met bovenbekers. Ja. Deze is een Infinity van Harder en Steinbeck. Die is eigenlijk de luxe versie onder de pistolen, vind ik persoonlijk. Heeft een spuitmond van 0,15 mm. Dus je kan zeer scherpe, fijne lijnen doen. En je kan met een volledig verbouwset, kan je deze ook omvormen naar 0,4 mm. Een ander type dat je hebt is een met een zijbeker. Hier zie je dat is een afneembare cup voor de mensen die rechtshandig of linkshandig zijn. Kan de cup daar plaatsen. Als je het hier losmaakt, kan je de cup aan de andere zijde ook plaatsen. Dit is handiger als je moet aan de bovenzijde iets spuiten. Kijk, de cup gaat mee. Je kan die plaatsen op de positie die je wilt. Deze is een van Rich en AS2, dus 0,2 als spuitopening. Welke spuitopening moet je nu nemen als je een pistool gaat aanschaffen? Nu, veel hangt af van wat wil je ermee doen. Hè? Als je zegt ik neem een 0,15 mm, dan is het vooral voor detailwerk, het fijnere werk. Neem je een van 0,3 mm, dan zit je meer met iets grover werk. Het heeft ook te maken, hier zal je een oppervlakte veel langer mee moeten spuiten dat je dat hebt. Het is moeilijk om een egale oppervlakte te krijgen tegen dat je dat met 0,3 doet. Ja? Ter illustratie, als je een wagen wilt spuiten, ben je misschien beter af met een groot spuitpistool, waar je in één trek een hele grote, brede spuitstraal hebt, zodanig dat snel iets gedaan is. Als je bijvoorbeeld wilt afvlakken, dan is een kleiner spuitpistool al interessant. Ga je naar details en je wilt gaan richting t-shirten schilderen, die verf is dikker, dus die heeft een grotere spuitopening nodig. Dan ben je interessant met een moduleerbare Infinity 0,4 erop of met een Rich AB 0,3. Deze is breed genoeg van opening om de verf te laten doorflowen. Deze vier bijvoorbeeld zijn allemaal vaste toestellen. 1 spuitmond 0,2, 0,2, 0,2, 0,3. Je kan die niet aanpassen. Wil je fijner gaan, dan zal je een nieuw pistool moeten kopen. Als je gaat richting Infinity of richting Harder en Steinbeck, dat heb je Grafo, je hebt daarin de Infinity en je hebt daarin de Evolution bijvoorbeeld. Deze hebben allemaal moduleerbare sets, waardoor dat je de spuitmond en de naald, die er natuurlijk bij past, kan aanpassen. Van 0,15 tot 0,4 mm. Zo'n set kost wel extra, maar kost minder als een tweede pistool of een derde pistool te kopen. Dus als je niet goed weet, wat wil ik doen? Ik wil een beetje van alles doen. Ik wil een beetje detailwerk, maar ik wil ook op t-shirts kunnen schilderen of op textiel. En ik wil ook grotere oppervlakken kunnen doen. Ik doe aan modelbouw en ik wil bijvoorbeeld camouflagekleuren doen. Dan denk ik dat je in dit gamma zeker alle opties open hebt om te doen. Het is geen reclame voor een merk, ieder spuit met wat hem graag wilt.
Het is gewoon, dit zijn de pistolen waar ik graag mee spuit. Ik zie je graag terug in ons volgend filmpje.